Hallo iedereen en welkom bij dit Pokémon gevecht tussen mij en mijn broer. Ik wilde graag mijn Pokémon Dex uittesten die ik had gemaakt. Die ik had laten maken. Deels zelf en deels van mijn laten maken. Het gaat om een watervechtdek van mij. En een elektrisch psychisch deck van die Robin gebruikt. Ja, we zitten weer onze kaart te bekijken. Zo te zien. Ik zit met de kaart ook te sorteren. Ik mocht een kaart pakken omdat mijn broertje geen Pokémon in zijn hand had. En ik leg mijn... Hoe heet die Pokémon ook weer? Ik zal even kijken. Zengoes, dat was het. Haha, sorry. Ik was vergeten hoe we de Pokémon ook weer heten. Ik heb mezelf in mijn deck zitten en weet niet eens hoe de Pokémon heet. Dat is. Het is ook zo'n nieuwe Pokémon van mij van Hoenn of zo. Dat ken ik nog niet zo goed. Zo, kom er echt ook een Pokémon neer. Hij klaagt eerst dat de Dex te weinig Pokémon hadden. En zo te zien zitten er een heleboel Pokémon in. Een Mr. Mime, Pikachu en een Dusko. Dus ja, mijn Survivor. Zengoes, die was best wel sterk. En daar heb ik het een hele tijd mee kunnen uithouden. Maar dat zien jullie straks. Ik heb gekozen om bij dit filmpje commentaar te doen. Omdat je hoorde altijd mij en mijn broertje praten. En ik dacht van laat ik eerst commentaar maar doen. Dus ik doe nou 20 schade. Met één energiekaart kan je al 20 schade doen. Dus deze kaart is best wel sterk en zo. Hij heeft ook best wel een hoge incasseringspunten. Helftpunt incasseringspunten. Ik ben aan de beurt, want hij heeft geen energiekaarten. Hij heeft een energiekaart aan Dusko toegevoegd en niet aan Mr. Mime. Hij wilde eerst allemaal energiekaart aan Dusko toevoegen, omdat hij er een Dusko van ging maken. Ik kan niet precies zien wat voor de Pokémon dat is. Zo, weer een energiekaart aan... hij heeft hem geëvalueerd in de Dusklops. En hij heeft een energiekaart toegevoegd. Die Dusklops, is ook een hele goede kaart. Die gebruik ik heel vaak. Omdat het gewoon een goede kaart is. En als het een goede kaart is, waarom zou je het niet gebruiken? In je deck. Zo, dat is een extra sterke aanval. Voor mij is die 40 punten of zo. En daarmee is Ronnie Pokémon meteen dood. Hij zit te kijken welke Pokémon die wil selecteren. Hij wil eerst een andere kaart doen om wat energie uit te sparen voor die Dusklops. Blijkbaar heeft hij die niet ofzo. Ik heb ook maar zitten spelen, dus ik weet niet precies wat hij wilde doen. Zo. 40 schade bij de Pikachu. De Pikachu had voor mij nog 50 schade, dus de volgende werd hij dood. ik dacht eerst dat ik heel goed kon winnen en zo. Dat alles heel sterk was en zo. Maar, dus ja. Ik had een Licky Licky op mijn bank. Dat is zo'n geëvalueerde Pokémon. Die je als basis Pokémon kan gebruiken, is wel handig. Zo. Ik ga wat Pokémon vangen. Ik had maar één kop, dus ik kon maar één Pokémon kiezen uit mijn deck. Ik koos mijn Lapras.
Lapras. Die heeft namelijk een leuke aanval. Die doet zoveel... doet 10 schade keer het aantal energiekaarten dat eraan toegevoegd is. Dus op het ik had zo van 6 energiekaarten eraan toegevoegd. Dus zo van elk ding ging bijna zo'n beetje dood. Zo, pak weer een prijskaart. We begonnen eerst met 3 prijskaarten. Maar toen kwamen we erachter dat het toch wel een kort potje werd. Dus toen hebben we er 3 extra bij gelegd. Zo, Robin pakt heel veel kaarten. Oh ja, had een trainerkaart waardoor... Oh nee, wacht, ik weet het alweer. Die Pokémon, die met die met de verf was, die had een aanval waardoor die energiekaart kon zoeken uit zijn deck. Kon hij gewoon een energiekaart zoeken uit zijn deck. En dus hij pakt nou steeds energiekaarten. Want het is wel een handige Pokémon als je heel weinig energiekaarten hebt. Dus ja. Wat gebeurt er? Dus eigenlijk ben ik er. Ik pak een kaart. En ik leg Squirtle neer. Ik evolueer die naar Bartrolle. Ik heb maar 1 Bartrolle in mijn deck. Dat zal ik moeten veranderen, want ik had meerdere Squirtles. En te weinig Bartrolles. Ik had maar 1 Bartrolle. En daardoor kon ik niet evolueren naar mijn Blastoise, want ja. Ja, oh, spoilers. Mijn Wartortle gaat dood. Nou, laten we maar eventjes bij nu beginnen houden. Robin pakt weer 3 energiekaarten. Gewoon willekeurig uit zijn deck. Zeg maar, dik zijn psychisch. Dus, oh, ik had het niet gemerkt, maar intussen heeft Dusclops 3 energiekaarten. Het zal vast wel een hele tijd geleden gebeurd zijn. Ik let gewoon niet op. Oh, die is dood. Zo, die gaan naar de discard pile. En Dusclops gaat op het veld. Is een sterke Pokémon, hij heeft een aanval met 50 schade. Dus dat is best wel sterk. Wat water. Zo. Energiekaart aan Marie. Robin heeft een Flaffy in zijn hand. En dat is ook een hele goede Pokémon. Er zitten allemaal goede Pokémon in zijn deck. Dus. Bij mij ook. Maar moet ik denk nog wel een beetje aanpassen. Flaffy is mij heel erg handig. Heel erg van pas gekomen. Tijdens een aantal gevechten. Mijn vriend Niels had die Flaffy voor me in het deck gestopt. En dat is best wel handig kaart. Voor mij ook wel een sterke aanval. Ik doe weer een energiekaart aan Wartortle. En ik doe de aanval. Dat vind ik te schaam. Robin wil altijd dat ik de schadepunt aan de andere kant leggen, anders wordt die verward en dan gaat hij de schadepunten bij mij, die gaat hij bij zichzelf neerleggen ofzo. Het is heel vaak gebeurd dat zeg ik van dan leg je het toch naast jouw kaart en dan vergist hij zich, dus dan leg ik hem naast aan de andere kant. Hoppakee, Flaffy erop. En die Flaffy wordt de mijn ondergang. Want ik wist het niet. Maar mijn Wartortle, die is zwak. Die heeft een zwakte tegen elektrisch.
En als je een verwacht hebt tegen elektrisch en de Pokémon heeft een sterke aanval, dan ben je gefucked. Dan. En wat was het aanval? Oh ja, die is ook. Dat is iets van 40 schade of zo. Dan doet hij die faffie. Dat veld is niet zo heel groot, dus als je hem op de bank hebt zitten, dan moet je hem erboven doen. Zodat hij niet de andere Pokémon eraf gooit. En als hij op de avondpositie ligt, dan moet hij op de zijkant, dus dan moet je weten dat hij het netjes doet. Kijk, hier doet hij die aanval en heb ik zo van fuck. Mijn Wartortle is dood. Of niet? Nee, voor mij is hij nog net niet. Oh ja, kijk. Ja. Dus die is dood. En weer heeft hij kop, waardoor hij geen schade uit zichzelf heeft. En dan doe ik mijn Lapras. Hoop. Of nee, Licky doe ik. Want daarmee ging ik energie energiekaart geven aan Lapras. Dat was Professor Elm. Daarmee zocht ik naar de evolutiekaart voor Squirtle, namelijk Wartortle. Alleen die zat er niet in. Dus ik zei van oh. Dus toen pakte ik maar een Primplup in de hoop dat ik een Piplup zou krijgen. Dus. Ik kijk ze meteen door. Kijk welke er zijn. Ik kijk het echt 3 keer door of zo. Want ik steeds maar zoek naar een Wartortle en denk van heb je hem al gemist of zo. Dus leg maar een Piplup neer. Zo van hopelijk krijg ik een Piplup en dan kan ik die even weer. Het is een leuk liedje, vind ik. Ik gebruik bij vanaf het tweede Pokémon filmpje gebruik ik dat bij elk Pokémon filmpje. Het is het liedje van de Pokémon gevecht van het Gameboy spel en als remix. Zo met energiekaart en Lapras. Probeer hem een beetje op te laden. Rollen pakken kaart. Het is wel een beetje twijfelachtig omdat hij niet precies wist dat hij al aan had gepakt. En energiekaart aan. Die Pokémon. Ik wil wel zo zien dat het Pokémon is. Anders. Ja, dan niet. Hoppakee. 60 schade voor mij. Die Flavie die zegt 60 schade is echt belachelijk. Ja, het is toch een leuke woord. Ik ging er best wel dood aan. Toch? Dat is een best wel lang gevecht dit. Het was een heel spannend gevecht, vond ik. Van wie ging er nou winnen? Zo, daar. Zo, en Licky is uitgeschakeld. Dus ik leg mijn Lapras er neer. Pak weer een kaart. Dat is volgens mij mijn beurt. Ja, als je uitgegaan bent, is het beurt. Dus ja, dat is mijn beurt. Sorry dat het tweede gedeelte van de commentaar een beetje saai is. Ik was net weg. En ja. Normaal als je dan zit te praten zo, dan ben je lekker op gang, weet je wel. En dan moet je ineens wat anders doen. Dan, ja. Oh, jammer.
Die aanval was een aanval waarmee je 30 schade deed. En kop moet gooien om, om de ander te verlammen. En dat was niet gelukt. Er lag een Giratina neer. Dat is echt een supersterk Pokémon, die Giratina. Vooral als je weet hoe je moet gebruiken. En als je, en het kan je als je Engels leest. Dat heb ik weer 60 schade. En dan kon ik hem een beetje. Kijk, ik wilde eerst zijn levens helen, maar toen dacht ik, dit heeft eigenlijk helemaal geen zin. Want 20 plus 60 is nog steeds 80 en dat is zijn levens. Dus ik geef hem maar een extra energiekaart en toen dacht ik zo van, nou dan kan ik 40 schade doen. Maar toen dacht ik, ja, dan is hij nog steeds niet dood en ik denk niet dat mijn Squirrel hem dood kan maken en die ander ook. Dus ik, dus ik deed de verlammingsaanval van 30 schade. Gewoon voor geluk. En ik had kop, dus hij was verlamd. En ik had nog heel eventjes leven. Hoppakee. Als iemand verlamd is, kan hij niet aanvallen. En voor een beurt, totdat zijn beurt over is. Kom in, geeft me Giratina weer een energiekaart. Echt een energy search neer, dacht ik. Ja, energy search. Om een energiekaart te zoeken. Oh ja, die paarse kaart helemaal rechts achteraan. Dat is een Nidoran, dat weet ik, nou weet ik het weer. Niet dat het heel uitmaakt, want we gebruiken het niet. Maar gewoon voor. Gewoon omdat. Zo, hoppakee. En dan doe ik een super potion. Voor een super potion moet je 1 energiekaart weggooien uit je hand. Uit je hand. En dan kun je 4 schade tellers helen. Nou is de Flavie dood. Want welke aanval ik ook gebruik. Hij was dood. Robin begreep het niet helemaal. Wat de regels nou waren. Maar zo van hoeveel schadetellers zo van ja. Over Lappers aanval, zo van hoe meer energiekaart, hoe meer schade. Daar twijfel ik niet over. Dan komt Giratina. En die Die maakt me best wel dood. Dat was echt verschrikkelijk. Oh, dat is een Energy Restore. Met een Energy Restore moet je 3 munten opgooien en daarmee kan je energiekaart uit je weggooistapel halen. Nee, uit je weggooistapel hoor. En hij gooide er voor mij 1 kop. Dus hij mocht 1 energiekaart eruit halen. Hoppakee, weg. Was ik vergeten. Daar is een mooie neus in zijn mond. Hap, 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 hap. Ik weet niet precies wat hij hier zit te discussiëren. Oh, en ik kijk naar zijn aanvallen. Voor mij had ik niet helemaal goed gekeken. Oh, ik weet al wat ik fout had gedaan. Ik verlamde hem niet, maar ik deed gewoon een grote sterke aanval. En omdat ik niet had gelezen wat het effect van zijn aanval was, namelijk 50 schade plus 10 keer het aantal schadepunten dat hij heeft. Dus ik deed een hele grote sterke aanval van 50 schadepunten. Zoals je zo kan zien. Kijk, ik doe 5 energiekaarten heb ik dan aan. En ik doe de 50 schade. Maar ik wist niet dat effect als aanval had.
dat hij sterker werd naarmate hij meer dood ging. Oftewel, ik werd keihard ingemaakt door die Giratina. Dus zo van, ja. Ik pakte per ongeluk een prijzenkaart, maar dat was gewoon een energiekaart. Dus dat was niet zo speciaal. Dat was ook mijn laatste prijzenkaart. Hoppakee, 50 schade. Dacht van zo, dat is mooi ingepakt, nog eentje en dan is hij dood. En toen zei Robin dat daarna. Hoppakee, super aanval, pom. En ja, toen was ik dood. Dus ik ben wel keihard dood. Zo van, Jasper, welke aanval, wat doet deze aanval? Ja, dat 50 schade plus 10 schade keer het aantal schadepunten dat je hebt. En dat zijn er 1. Nee, mijn hartstikke dood. Want ik doe namelijk 50 plus 50 is 100. En toen had ik nog een Squirtle. En ik hoopte op een hoopte op een energiekaart. Zodat ik nog een beetje schade kon doen ofzo. Ik had ook een Machop neergelegd. Ik had toevallig een Machop. En ja, toen was hij dood. Ik had een Machoke in mijn hand. Maar ja, ik had niet heel veel kans, want hij doet gewoon een schadeaanval en een bam. Helemaal weg. Dus Robin had gewonnen. En dat was het einde van dit Pokémon gevecht. Ik vond het een heel spannend Pokémon gevecht. Want het leek alsof ik ging winnen. Maar toen kwam hij met zijn Giratina. En toen verloor ik. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden om hier naar te kijken. En laat even weten of jullie het leuk vinden dat ik commentaar erbij doe. En dan zie ik jullie de volgende keer. Hoi!